Zeven van de acht koffieshops in Bergen op Zoom en Rozendaal hebben woensdag hun deuren gesloten. Alleen koffieshop Azul in Rozendaal ging gewoon open. Woensdag eindigde in beide steden het gedoogbeleid en mogen koffieshops geen softdrugs meer verkopen. Volgens de gemeentebesturen moet dit besluit een eind maken aan het drugstourisme. Belgen kwamen in Azul om een joint, maar kregen de deksel op hun neus, want de eigenaar beweert geen hash en wiet meer te verkopen.